dom kutwijf. Slap. Die is een neger. Ja, nee, die vind ik niet kunnen. Dik varken. Ik hoop dat je doodvalt. Die heb ik zelf ook gewonnen. Jij mag echt niet op mijn vissa komen. Je lijkt op een jongen. Zij doet echt AC. Ik vind die wel leuk. Doe niet zo kankerraar. Ja, ik vind eigenlijk niet dat je daarmee kan schelden. Aandachtzoeker. Sommige mensen zijn wel aandachtzoekers, ga je eerlijk zeggen. Wauw. Hebben jullie wel eens dat soort termen naar je hoofd geslingerd gekregen? Ja. Oké, grappig. Ja, jullie herkennen dit dus allemaal. Ja, gewoon opmerkingen als dik varken of je hoort er niet bij. Vieze neger heb ik gehad. Oh my goodness, ja. Dat blijft toch in je hoofd zitten. Ja, het blijft toch hangen. Als ze me zagen, dan was het ook gewoon dat ze nou gingen wijzen en zeiden val dood. Echt ook, maar ook wijzen? Maar ook gewoon wijzen, ik zeg van val dood. Nou ja. Ik was echt van binnen was ik echt kapot toen ze het hadden gezegd. Ja, ze sloten me buiten, ze roddelden. En ik had op dat moment geen vriendinnen meer om mee te praten, om leuke dingen mee te doen. Ja, best wel heftig. En hoe wij als meisjes ruzie maken, schijnt anders te zijn dan hoe jongens dat doen. En dat noemen ze meidenvenijn. Welkom bij Chica. Praat mee in de comments. Ja, meidenvenijn. Ja. Dus dan hebben we het even over de zuchten, subtiele schouderbewegingen. Ogen rollen. Aantrekken, afstoten. Luisteren, negeren, roddelen. Als ik dit zo opnoem, zijn er dingen die er voor jullie uitspringen? Van, oh ja, deze herkennen we sowieso. Ja, de achternaam is Suku. En Suku? Ja, dat is mijn achternaam. En het eindigt op koe. Dat vonden hun dus best grappig, om dan te zeggen van, oh, je bent net zo dik als een koe. En dan ook gewoon dat vingertje omdat ze wijzen. Oh, kijk, zij, dat meisje die op een koe lijkt en zo, dat soort dingen. En ik at ook gewoon slechter daardoor, want dat heeft me ook echt aan denken gezet. Dus je ging minder eten? Ik ging minder eten. In de pauzes op school at ik niet meer. Oh. Een keertje was ik zelf bijna flauwgevallen. Het heeft wel echt fysiek ook effect en mentaal heeft het ook effect op mij gehad. Want ik lag ook echt in mijn kamer voor echt dagenlang en dat ik zei van nee, ik heb geen honger, ik kom niet uit mijn kamer. Dat vind ik best wel heftig. Jij? Ja, het is natuurlijk mega heftig. Ik heb een keertje meidenvenijn zelf meegemaakt. Wij waren echt met 4 meiden een groepje. En ik heb met 3 meiden afgesproken. Morgen trekken wij allemaal een spijkerjasje aan. Maar dat hebben we niet tegen dat andere meisje gezegd. Bewust niet, want we vonden haar toen even gewoon een weekje niet zo leuk of zo. En we kwamen daar aan en zij had dus inderdaad het spijkerjasje niet aan. En toen zeiden wij, oh nee, is gewoon toevallig. En we spraken het met elkaar wel een beetje af. Ja, maar daar was jij toevallig niet bij. Je voelt dat, dat het echt wel afgesproken werk is. Maar je kan dat gewoon heel makkelijk negeren. Ja, je kunt je er een beetje makkelijk onderuit kletsen. Tessa, wat heb jij meegemaakt? We zouden met de hele klas naar Walibi gaan. Toen moesten we van de docent in groepjes lopen. We hadden een groepsappje. Mm-hmm. En daarin stuurde ik van, kan ik dan met jullie lopen? Want dan... Ja, anders ben ik alleen. Ja, en een groepje hebben. Ja, één reageerde gewoon niet. En die ander die zei ze van... Ja, we willen niet dat je erbij komt. Want we zijn nu met z'n vieren en dan komt er een vijfde bij. En dan moet er de hele tijd iemand alleen zitten in de achtbaan. En dat is niet leuk. Gewoon allemaal dat soort dingen. Wat flauw. Ja. En toen had je dus geen groepje? Nee. En toen? Ik ben uiteindelijk thuis gebleven. Je bent dus helemaal niet meer naar het pretpark gegaan? Nee. En dat raakt je nog, zie ik. Ja. Ja, sorry. Oh. Oh. Het is oké. Het doet nog steeds zeer. Ja. Wat vinden jullie hiervan, meiden? Ja, heftig. Heel erg heftig. Ja, soms is het helemaal niet iemands bedoeling. En dan zeg je het gewoon, maar dat er zulke erge dingen gebeuren, daar sta je niet elke dag bij stil. Maar, dus jullie herkennen het allemaal? Je hebt het allemaal een keer meegemaakt dat iemand het tegen jou zei. Zijn jullie wel eens de dader of de pester geweest? Hebben jullie wel eens aan de andere kant gestaan? Ik wel. Nee. Ik had een groepje met 3 andere mensen en toen sluit ik andere mensen een beetje erbuiten. Misschien was het ook een beetje omdat dat mijn eerste vriendengroep was van de hele basisschool in groep 8. Want waarom had je daarvoor nooit een vriendengroep? Ik werd gepest in allemaal andere vriendengroepen. Dus ja, ik tel die niet echt erbij. Je bent zelf altijd gepest geweest? Ja. En toen werd je ineens een beetje populair en toen ging je zelf... Ja, ik werd niet echt populair, maar het was meer van... mensen in mijn vriendengroep vonden me leuk. Maar dat kende jij dus helemaal niet? Nee, dus het was echt een nieuwe experience in principe voor me. Dus daarom denk ik dat ik ook misschien gemeen deed naar mensen die erin wilden komen. Ja, en wat deed je dan voor gemeens? Ik heb mensen bijgezegd, zoals ik zei, je hoort er niet bij. Maar sommige mensen hoorden er ook echt niet bij, hoor. Maar het was gewoon meer van, ik zei gewoon, je hoort er niet bij. Maar dat zeggen tegen iemand doet altijd pijn. Ik ga je eerlijk zeggen, je kan het niet op een lieve... Ja, je hoort er niet bij. Het maakt niet uit hoe je het zegt, het is gemeen. Nee, het is gemeen. Ja. Dus... En soms hoef je niet eens de aanrichter te zijn ervan. Of de persoon die er toch, omdat die erbij staat. Die erbij staat en er ook niks tegen inbrengt.
Ja, soms durf je er ook niet echt iets over te zeggen. Want dan kan jij zelf ook gepest worden en dan is het soms wel moeilijk. Echt je mond open trekken. Ja. Ik vind het ook wel lastig om eruit te stappen. Want dan gaan ze dan helemaal zeggen, jij bent echt een poesie en zo. Ja, ik ben heel erg makkelijk. Als iemand zegt van ja, doe dit of doe dat, dan vooral onder mijn vriendinnen, dan doe ik dat echt heel erg snel. En er was een meisje en achter haar rug om dachten mijn andere vriendinnen heel veel over haar. Mm-hmm. En dat meisje nam mij heel erg in vertrouwen. En mijn andere vriendinnen zeiden van ja, vraag dan aan haar wat ze van ons vindt. Want wij zijn er heel erg benieuwd naar. En ja, ik luisterde dan naar, want ik denk, ja, dat zijn mijn vriendinnen. Dus ik deed dat gewoon. En ja, uiteindelijk heb ik dat meisje daar echt heel erg mee gekwetst. Dat ze gewoon in haar bed lag te huilen. Omdat ja, niemand vertrouwde haar meer. Ja, dus als ik het goed begrijp, jouw vriendinnetjes vroegen om naar dat meisje toe te stappen. Informatie eigenlijk over dat groepje in te winnen bij haar. En daar is zij later achter gekomen. Ja. Oei. En hoe voelde jij je toen? Want zij lag dus te huilen in bed. Ja. Ik voelde me daar echt heel erg schuldig over. En ik was daar zelf ook heel erg verdrietig over dat ik zoiets bij mezelf had laten gebeuren. Mm. Dat ik het zo ver heb laten komen, terwijl ik dat helemaal niet wou. Je laat je niet zomaar meer voor een karretje spannen. Nee. Dat je de ene dag populair bent en de andere dag ineens buitengesloten wordt, dat herkennen meerdere chica's. Check het verhaal van de Jaylee op onze Instagram. Ja, en dan hebben we een paar stellingen. Die zitten in deze pot. Oké. Hebben we van die bordjes? Ja. Komt-ie. Stelling nummer 1. Iemand uit de vriendengroep zetten is heel normaal. Eens of oneens? Ja. De docent kan venijn stoppen. Nee. We hadden op de basisschool zo'n pleinwacht die dan ging kijken of er wat gebeurde of zoiets. Maar dat ging niet altijd echt goed. Dus nadat de pauze was voorbij, ging ze weer in de klas weer door. En de volgende pauze. Roddelen is leuk. Ja, het is wel leuk, maar het is, het is wel schadelijk. Maar ja, het is wel leuk. Met je voetje een beetje samen. Maar het is niet leuk als je echt iemand aan het kwetsen bent. Meidenvenijn kun je stoppen. Wow. Ja, meidenvenijn kun je stoppen. Nu heb ik een antwoord. Er zullen wel eens meiden zijn die dan daarna gewoon weer doorgaan nadat het dan bijvoorbeeld opgelost is. Dan gaan ze daarna de volgende dag of als ze thuis zijn, gaan ze gewoon daarna weer door. Hoe kunnen we het stoppen? Wat kunnen we met elkaar afspreken om te zorgen dat jij in ieder geval je verantwoordelijkheid neemt en de gewoon, ik denk gewoon heel erg op jezelf letten. En als je dan bij een groepje staat en die zijn er mensen aan het pesten, gewoon ervan weglopen en gewoon zorgen dat jij niet meedoet. Meestal als je iets niet leuk vindt in de persoon en je gaat erover praten en zo, is het meestal iets wat je zelf doet. Mm. Dat je zelf een slechte kwaliteit bij jezelf vindt, maar je ziet het in iemand anders, dus daarom ga je erop in bij die persoon. Maar ik denk niet dat je roddelen en dat soort dingen, ik denk dat je het kan stoppen. Kijk, het is altijd heel makkelijk om te zeggen, ja, zij zijn het probleem. Maar volgens mij zijn we er ook een beetje achter gekomen dat we het allemaal roddelen vinden we allemaal prettig. Het is soms heel verleidelijk om iemand die we niet mogen een beetje erbuiten buiten te sluiten. Ja. En als iedereen ook een beetje op zichzelf let en bij zichzelf kijkt. Als er iets gebeurt wat naar is en ik loop er gewoon van weg, dan denk ik ook gewoon dat het veel minder gebeurt. Want iedereen let dan veel meer op zichzelf. Wie van jullie heeft het meegemaakt dat de sfeer in de groep positief veranderde? Nee, je hoeft geen bordje. Het is geen stelling, het was een vraag. Wie heeft dat meegemaakt? Dat de sfeer heel positief veranderde in de groep. Opeens gingen ze ineens beseffen wat ze allemaal deden of zoiets. Ja? Gebeurde een wonder of zoiets? Ja, op 8 opeens denken mensen. Ja, niet naar aanleiding van een gesprek of iets, maar de sfeer veranderde gewoon ineens. Ja. Wij hebben hele handige gesprekskaartjes ontwikkeld. Die kun je gebruiken. Waar kan je, hoe kan je daaraan komen? Nou, dat staat hieronder in de comments. Vervolgens is het superbelangrijk dat je met je juf of je meester er goed over praat. Je docent heeft echt een hele belangrijke rol. Die moet meedoen eigenlijk met jullie plannetje. Check even onze Chica Insta voor het verhaal van Kaylee. Supergoeie tips. Ja, hè? Zijn we nu klaar? Ja. Wauw. Te gek, bedankt voor jullie verhalen en jullie openheid.